Rob Kems kijkt terug op een verschrikkelijk jaar. Zijn populariteit is definitief vervaagd en zijn tv-contract loopt bijna af. Wat een ellende kan de showbizwereld zijn als je geen goed imago hebt. Tussen al dat rare gedoe met zijn nieuwe vriendin, door probeert hij zijn ambacht weer een beetje op te pakken, clichés over Parijs oprakelen in de media. We horen Rob de laatste tijd ook steeds over een of andere Parijse begraafplaats, een van zijn favoriete plekken in de stad. Allemaal leuk en aardig, maar de medogenloze kijkcijferspuwer Tina Nijkamp heeft het nu wel genoeg gehoord. Ze zet Rob op 1 in haar lijstje van de grootste TV-herhalers van 2023. Meedogenloos. Tina op haar analysekanaal, de top 5 van TV-herhaling in 2023. Op 1, Rob Kems die vertelt dat hij van Franse chansons en de begraafplaats Père Lachaise houdt. Door naar de nummer 2. De aandacht voor de drummer van Kresip die drummer werd bij U2. Ging er een week voorbij dat er niet over werd gepraat in talkshows? Wie de top 3 afmaakt? André Hazes Junior, die zegt dat het beter gaat dan ooit. Oh, ja, afschuwelijk. Dat hij het nu allemaal anders doet. Dat hij zich nu beter voelt dan ooit. En we moeten het allemaal weten. En liever nog. Complimentjes uitdelen. Wat doet hij dat goed? Zucht. Kan iemand André's signaal beperken tot ahoy? Dan hebben we er, gezien zijn matige kaartverkoop, hooguit één keer per jaar last van. Scheelt weer. Terug naar Tina's lijstje. Op vier, zenders die bij flops zeggen, dat er in ieder geval wat nieuws wordt geprobeerd. Eens, maar een flop zegt ook dat wel het totaal verkeerde nieuwe format is uitgekozen door de zenderbazen.